Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van de Reizende Podcast. Je zou zeggen, hè, je zit nu thuis. Nee, dat klopt. Dit is de volgende ochtend. Voor mij is het ochtend, dus goedemorgen. Ik zal het vast vanmiddag of vanavond kijken. Goedemiddag of goede avond natuurlijk. Ja, nee, maar ik heb dus weer een podcast opgenomen. En deze duurt wat langer. Deze duurt bijna anderhalf uur. Dus vandaar dat ik even wou inleiden van... Voor de mensen die bepaalde ideeën willen weten. In de eerste helft ga ik het hebben over de duisteragenda. Waar alle puntjes van wat je nu om je heen ziet. Slechts wat je in het verleden hebt gezien. Hoe dat allemaal samenwerkt naar één groot systeem. En daar wil ik, dat heb ik dus uitgelegd in het eerste gedeelte. In het tweede gedeelte ga ik naar het plan van het licht. Ga ik een beetje kijken van wat kun je doen als lichtwerker. En wat is de keuze die we moeten maken? Dat soort ideeën. En dan gaan we naar het derde gedeelte. En dat is een beetje een bonusstukje. Dat is het stukje hulp van buitenaf. En het stukje waarin ik vertel hoe de maan-zielsgevangennemer, wat vele mensen weten, hoe die is uitgeschakeld en waar ik dat vandaan heb. Dus ik hoop dat jullie daar wat meer van kunnen leren. En ik probeer echt een boodschap van hoop uit te spreken. Eerst wat ik zeg, ik ga eerst de duistere agenda in, maar dat doe ik puur om mensen op één lijn te krijgen in hun ideeën. Dus ik zeg niet dat mijn theorie per direct de waarheid is, maar ik bekijk gewoon de realiteit waarin wij leven en ik zie wat er in het verleden is gebeurd en ik probeer dat samen te brengen. Dus in het eerste gedeelte, het eerste half uurtje leg ik uit waar ik zelf vandaan kom en wat de plan van de duisternis is. In het tweede gedeelte ga ik hebben over het plan van het licht en wat je kunt doen. In het derde gedeelte wat extra informatie van de hulp die we hebben van onze galactische familie. Dus veel kijkplezier voor deze video. Zo, welkom in weer een nieuwe video. Ik dacht ik ga eens een keertje niet mijn lelijke kop, op het beeld zetten. Maar een keertje gewoon de reis. Net boven Amsterdam, dus wel een leuk ritje. Ik dacht misschien is dat wel leuk voor de mensen om goed te zien wat ik ook ziet, hè? Ja toch, man? Ja toch? Dus ja, dat een beetje. Vandaag wil ik het een heleboel dotjes gaan connecten. Zoals we dat dan noemen. We gaan alle puzzelstukjes even in elkaar laten vallen. Want we hebben een heleboel onderwerpen laatst behandeld in deze rijdende podcasten. En ik dacht, laat ik weer eens eventjes een beetje een overzicht geven van alle... Ja, alle puntjes die we door alle podcasten heen een beetje verzameld hebben. En ik dacht, ik ga eerst even een klein beetje beginnen met mijn persoonlijke ervaring. Zodat mensen misschien een beetje kunnen weten waar ik vandaan kom. Ik ga gewoon even terug naar 2012, 2013. Ik was klaar met de kokschool. Opleiding, zelfstandig werk, ik was toen net afgerond. En ik had net vijver gehad. Ik merk ook wel dat mijn schouder en mijn vijver bij elkaar een hele grote bewustzijnsreset zijn geweest. Toen ben ik echt hard wakker geschud, om het zo maar te zeggen. Ik zat nog wel heel erg in mijn oude denken en doen. Ik wou heel graag militair worden en dan niet zozeer om te vechten, maar om te vechten voor de vrijheid, om zo maar te zeggen, voor een betere wereld. Dat was mijn idee toen. En natuurlijk is het met alle goede bedoelingen is dat gebeurd, maar natuurlijk nooit, gelukkig nooit voor elkaar gekregen in die zin dat ik daadwerkelijk ben gaan doen. Omdat ik dan een grotere karma heb gehad waarschijnlijk. En waarschijnlijk nog een keertje terug had moeten komen. En gelukkig heb ik dat in die zin niet gehaald, of hoe je het ook wil noemen. En heb ik mooi mijn karma goed schoon kunnen houden. Maar goed, 2013 was dus echt mijn
jaar van spirituele ontwaking. Dus het was bijna 9 jaar geleden. Ik ben al zo lang, voor iemand van mijn leeftijd, was ik echt net 20. Dus ik word nu april, word ik in 30. Dus ja, dus net 21, nou ja, 20, 21, zoiets. Dat het echt begon. Kijk, daarvoor was ik al, als ik heel eerlijk, heel ver terug ga kijken. Maar toen ik school deed ik nooit wat aan, omdat ik zag van, hè, ja, je wordt alleen maar klaargestoomd om te gaan werken en allerlei bepaalde maatschappelijke onderwerpen die besproken werden, waarvan ik dacht, ja, dit voegt niks toe aan de mensen. Maar dit zorgt alleen maar ervoor dat mensen zich gaan laten verdelen. Hè. Het is een soort van psychologische test geworden. En een psychologische training en een, ja, hoe je het ook allemaal van noemen. Dus dat zag ik toen natuurlijk eigenlijk ook al in. Dus eigenlijk gaat het nog veel verder terug. Maar dat ik echt met de spirituele zaken bezig ben gaan houden is echt 2013. En ja, daar komt natuurlijk altijd bij kijken van, ja, de dualiteit is een van de eerste onderwerpen waar je dan mee te maken krijgt. En hoe dieper je eigenlijk in spirituele ideeën verzuimt, hoe verder je ook zelf ontwikkelt. Hè? Hoe dichter je het bij jezelf brengt. Nou ja, we gaan eventjes fast forward, want ik kan natuurlijk allerlei dingen gaan vertellen. En daar heb ik ook al een hele video aan gewijd aan wat ik heb gedaan, wat ik heb bekeken, hoe mijn groot gedeelte van de spirituele ontwaking, wat ik allemaal heb onderzocht, heb ik al behandeld in een video natuurlijk. Maar waarom ik dit vertel is eigenlijk een van de belangrijkste dingen, en dat is eigenlijk de gnostieke leer. Dat wat een heleboel mensen, slash christenen om mij heen echt als het geloof van de duivel, en weet ik veel, allemaal niet bestickerd of in dat hokje plaatst, ben ik ervan overtuigd dat dat het meest alomvattende denkpatroon is die een mens kan hebben. Hè, de gnostieke esoterische betekenis. Waarom? Omdat alles uiteindelijk draait om de innerwereld. Hoe jij van binnen bent. Jezus zegt het ook tegen in de Bijbel. Als je op een gegeven moment voor Pontius Pilatus staat, wat zegt hij tegen Pontius Pilatus? Mensen vragen Pontius Pilatus aan hem. Ja, ik hoor dat je van de Joden dat je een koning bent. Maar wat is dan jouw koninkrijk? En dan zegt Jezus, ja, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Mijn koninkrijk, als dat wel zo zou zijn, dan had ik al mijn engelen laten komen. Al mijn engelen die zullen dan voor mij strijden. Hè? Als deze wereld, en dan bedoelt hij niet de aarde, maar de wereld. Hè? De maatschappij, om het zo maar te zeggen, met een moderner woord ervoor. Die het hele systeem, de matrix, waar we het zo meteen ook over hebben. Want deze video gaat inderdaad over connecting the dots. Hè? Alle puntjes gaan we aan elkaar hangen. Dus die wereld, daar zouden mijn engelen dan voor vechten als dat mijn koninkrijk zou zijn. Maar dat is niet zo, want Jezus zegt duidelijk, heel heel duidelijk, Matthäus 5, 6, vers 32 geloof ik, even uit mijn hoofd gezet, maar ik weet niet helemaal zeker. Het koninkrijk ligt binnen u lieden. Volgens mij is het Marcus 13. Maar ik zal het wel eventjes erbij zetten of hieronder. Ik heb het zo vaak behandeld. Het koninkrijk ligt binnen uw lieden. En de gnostieke leer, het evangelie van Thomas, die ik helemaal heb behandeld op mijn kanaal. Tenminste, daar belangrijke punten, de niet-bijbelse teksten, om het zo maar te zeggen. Of 80% van het evangelie van Thomas komt overeen qua teksten met de 4 evangelieën van het Nieuwe Testament. Hè? Dus er zitten zoveel synoniemen of dezelfde teksten in, maar dan net even anders verwoord. Dus ik heb een beetje in die video's eruit gepakt welke teksten er niet in de Bijbel staan.
En dat zijn wel hele doorslaggevende teksten. En één daarvan is: het koninkrijk is binnen en buiten u. Alleen, het gaat erom jouw realiteit, hè, hoe jij de wereld ziet, hoe jij denkt over de wereld, maar ook hoe jij denkt over jezelf en wat jij zelf voorstelt. Hè. Er zijn mensen die geloven dat ze één leven hebben en dat ze het hier en nu alles moeten doen. En er zijn mensen die geloven in reïncarnatie. Dat zijn twee hele tegenovergestelde onderwerpen, maar waar ik dan zeg van oké, stel je voor je gelooft in reïncarnatie, dan betekent het dus dat jij goed doet in de wereld, dat je het ook voor jezelf makkelijker maakt als je weer terugkomt. Toch? Als jij nu zeg maar een betere wereld maakt, of tenminste je hart maakt voor een betere wereld, dan is jouw volgende leven, kom je ook weer terug in hetzelfde pakket. En als je dan in je vorige leven het voorwerk hebt gedaan, dan heb je het voor jezelf alleen maar makkelijker gemaakt. Dus alleen maar zo'n soort concepten, zo'n soort ideeën meenemen in je bewustzijn, kunnen ook alweer heel erg helpen in het collectieve. Dus het koninkrijk ligt binnen en buiten. Dus de hemel is al op aarde. Hè? Dat is wat ook in de Bijbel vele malen wordt gezegd sinds dat Jezus is gekomen in fysieke vorm, oftewel sinds dat de liefde op de aarde is gekomen, is de wereld in zijn eindtijd geraakt. Dus wij leven eigenlijk al sinds 2000 jaar geleden in de vorm van een eindtijd. En wat voor eindtijd is dat? Dat is het einde van de grote eeuw waar ik het over heb gehad. Hè? Die 500.860 jaar. Laten we dat getal maar even houden, omdat het mooi op een mooie getal uitkomt. Dus dit was de laatste eeuw voordat de gouden eeuw, noemen ze dat dan, gaat aanbreken. Nou, daar zitten we dus nu echt letterlijk in de laatste fase van de overgang van het ijzeren tijdperk naar het gouden tijdperk. En dat houdt in een wereldwijde verlichting, oftewel de terugkomst van Christus. Wat eigenlijk een symbool is daarvoor. Dus niet letterlijk dat, tenminste ik geloof, ik sluit niet uit dat hij letterlijk terugkomt, maar ik geloof ook dat het een figuurlijk terugkomen is van wat ik dan noem de hogere bewustzijn of het collectieve bewustzijn wat verhoogt. Zo zie je dus dat een heleboel termen gebruikt worden om die verlichting of die nieuwe tijd een naam te geven. Dus de gnostieke leer heeft voor mij echt mijn innerlijke oog geopend. En mensen zeggen, ja, je derde oog, dat heeft te maken met fluoride en bla bla bla. Ja, natuurlijk, er zit een kern van waarheid in. Maar het staat symbool voor het inzicht van esoterische kennis. En esoterische kennis is een innerlijke kennis. Hè? Dus een gelijkenis waarin Jezus sprak is een esoterische lering. Waarom? Omdat het gaat niet om het verhaal dat verteld wordt, maar het gaat om de betekenis van het verhaal. De boodschap die in het verhaal zit vermengd. En niet zozeer om het mooie verhaal of een mooie verwoording van een bepaald. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om wat voor betekenis het heeft. En dat noemen ze esoterie. Ik heb er ook wel eens een heleboel video's aangeweid aan de inhoud van die termen. Dus als je niet weet, ik heb één video van een minuutje of zes waar ik heel erg duidelijk uitleg wat het woord esoterie inhoudt. Dus dan zou ik zeggen, kijk dat even als je het niet helemaal begrijpt. Nou, we gaan dus leuk weer file rijden. Nou, dat is het leuke van dat ik mijn camera zo zet, dan kun je ook een beetje zien wat ik zie. Waardoor het makkelijker is. Maar
ja, ik had zoveel onderwerpen waar ik het over wou hebben, omdat ik zoveel puntjes wou connecten, maar ik wou eventjes, laten we even met het negatieve beginnen. En wat zijn nou zogenaamd die plannen waar een grote groep bang voor is? Waar leidt dat hele plan naartoe? En waar leiden al die losse handvaten van klimaat, van het huidige virus, alle lockdowns, voedseltekorten, het hele financiële systeem wat eigenlijk op schat ligt, wat eigenlijk al heel lang, al sinds 2018 echt failliet is. Nou, dat is denk ik een beetje een heel groot draagvlak, hè? Want geld is waar iedereen uiteindelijk nu voor leeft. Hè? Dus iedereen wil meer geld om meer vrijheid te hebben, want geld staat gelijk aan vrijheid in deze verkapte realiteit. Terwijl dat eigenlijk andersom is. Vrijheid moet gelijk staan aan waarde. Of tenminste, geld moet gelijk staan aan waarde en niet aan vrijheid. Dus het geldsysteem wordt gebruikt om de massa in bepaalde kanten op te kunnen drukken. Dus geld is zeker echt een hele belangrijke factor. Ik weet niet of je, als je de laatste show van Robert Jensen van afgelopen maandag. Dinsdag was voor mij 1 december. Voor mij is het inderdaad de 30 november. Als ik het moet even goed zeggen hoor, 29 of 30 november. Ik weet niet, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd. Dan moet ik even helemaal na gaan denken, maar ik zeg maar, die zie ik onderwerp op. Die legt dat ook heel mooi uit en die laat ook bepaalde mensen die echt in die financiële shit zitten, laat die aan het woord, om zo maar te zeggen, en draait die een paar video's van. Het is een heel interessant onderwerp om daar een beetje een goed beeld bij te krijgen. Dus ik raad echt aan om die ook te gaan kijken, om, als je dit niet begrijpt. Neem je mij op mijn woord aan en dan ga je gewoon verder. Dus dat financiële systeem, dat is voor de elite het controlemiddel. Daar controleer je voeding mee. Mensen willen graag eten. Dat is een bepaalde, als mensen geen eten meer hebben, dan gaat dat overlevingsinstinct aan de gang. En dan gaat een hele andere collectief narratief gaat er dan in werken. Dus eten, voedsel en financiën zijn twee hele grote belangrijke punten voor de elite. Daarom is het zo belangrijk dat je het naar binnen keert. Want dan weet je gewoon, oké, we hebben dat eigenlijk helemaal niet nodig. Het hele financiële systeem hebben we eigenlijk niet eens nodig. Mensen zijn gelimiteerd in hun denken doordat ze dat al jaren, hun hele leven en meerdere levens, dat ik gewoon in reïncarnatie geloof, zijn ze gewend dat hele financiële systeem, zeker de laatste jaren, want sinds de Tweede Wereldoorlog is Nederland was sowieso altijd een welvarend land, door de VOC natuurlijk. Dus Nederlanders hebben sowieso heel veel vertrouwen in geld en alles wat daarmee te maken heeft. Nederlanders, maar de hele wereld heeft. Maar Nederlanders hebben daar wat zitten daar wat meer in vast. Dus je ziet dus dat hele de agrarische sector wordt een klein gehakt, want dat geeft natuurlijk een hele hoop vrijheid. En wat is nog meer met voeding, genetisch gemodificeerde spullen, zoals granen en dat soort dingen. Dat is ook allemaal om ervoor te zorgen dat mensen in een laag, mensen een lichaam in een overlevings de overlevingsinstinct wordt geactiveerd. En dat heeft te maken inderdaad met al die verschillende genetisch gemodificeerde voeding. En hoe noemen ze dat nog meer? Ja, alle voedingsstoffen die uit de fabrieken komen en dat soort dingen, alle bewerkte producten,
dat zijn allemaal natuurlijk heel slecht voor ons lichaam. En als we weer teruggaan naar hoe het was, dan zullen we gewoon overal waar het maar kan, appelbomen planten en weet ik het allemaal niet. Zodat mensen gewoon vrij op de straat gewoon lekker hun appeltje kunnen eten en gewoon kunnen plukken zonder dat ze het hoeven te betalen. Want de natuur die geeft alles vrijwillig en wij hebben er een soort van systeem overheen gedacht. Omdat er een boer ergens is die bezig is en die moet ook zijn andere dingen natuurlijk kunnen kopen en dat soort dingen. Dus we hebben een geldsysteem. En nou is op zich met geld is niks mis. Het is natuurlijk door de machtshebbers bedacht om een controlemachine erachter te houden. En een hele gecontroleerde samenleving erin te kunnen bouwen. Maar uiteindelijk is dat niet de oorzaak van waarom we geld hebben. Geld is alleen misbruikt door de grote, de echte, overkoepelende bedrijven. Dus dat hebben we een beetje gestabiliseerd. Dus geldsysteem lag in 2018 gevallen. Dus uiteindelijk is het systeem eigenlijk al gevallen. Dus ze proberen dat nu te vermommen in de huidige virusprobleem. Het is een beetje woordenzoek omdat ik een beetje het algoritme van YouTube een beetje wil vermijden, omdat ik niet wil dat mijn video verwijderd wordt omdat ik bepaalde ideeën deel. Maar ik wil toch dat het gewoon deze informatie beschikbaar is voor mensen. Hè? Dat mensen gewoon een overzicht kunnen hebben dat waarom ik deze video's begon met mijn persoonlijke ervaring is omdat ik zeg, want ik heb al 9 jaar onderzoek gedaan en ik wil gewoon mensen helpen en met dat onderzoek van, nou, ik heb al zoveel onderzoek, ik heb al een beetje een globaal beeld en kan dus daarom ook bepaalde toekomstbeelden inzien. Gebaseerd op wat ik weet en wat ik zie. En met die kennis wil ik gewoon mensen helpen en omdat ik mensen wil helpen wil ik ook ervoor zorgen dat het beschikbaar is deze informatie en vandaar dat ik al de woorden zoek soms om mijn informatie te kunnen delen zonder dat ik binnen 2-3 weken een hele melding krijg dat ik een van de voorwaarden heb geschonden. Maar goed, los daarvan, dat weet iedereen ondertussen wel denk ik, maar Dus we hebben een systeem wat gevallen is en hun hebben een nieuw systeem bedacht. Maar waarom gaan ze dan al die lockdowns en weet ik dan? Je ziet natuurlijk dat de MKB wordt eigenlijk het hardst getroffen. De kleine ondernemers, mensen die restaurants, barretjes, dat soort dingen. Cafés, theaters, die worden best wel hard getroffen. En omdat ze willen die middenmoot, willen ze slopen. Waarom? Daar ga ik zo meteen even over. Dus dat is een belangrijke factor in het hele plan. We gaan echt de puntjes verbinden hoor, want ik probeer nu gewoon eventjes situatie te schetsen, zodat iedereen even een duidelijk beeld heeft en de gelijke kennis heeft. En zo wil ik dus gaan bouwen naar wat ik zie als toekomstbeeld. Je ziet dus nu heel erg die opkomst van artificial intelligence. Dat is ook een onderdeel van het plan met het 5G-netwerk. Zeer snel is weet ik wel niet hoeveel data per seconde kan verwerken. Je ziet natuurlijk die hele digitalisering van allerlei dingen al meerdere jaren natuurlijk. Het begon bij pinnen en we zitten nu op bitcoins en dat soort dingen. Er is niks mis met bitcoin. Ik denk zeker als we een nieuwe wereld willen creëren met een nieuwe eenheid dat we naar zoiets moeten, in die zin, moeten of kunnen. Als je dan iets van een betaalmiddel wil gebruiken,
waar iedereen evenveel deel uitmaakt van het systeem. Niet dat de een de dollar heeft en de andere de gulden en de andere heeft dat. En dat de een meer waarde krijgt uit zijn geld dan de ander. Sterker nog, de rentes van tegenwoordig zijn gewoon 0,niks. En de rentes op bijvoorbeeld Bitcoin zijn veel en veel hoger. En hoe meer mensen Bitcoin hebben, hoe hoger de prijs is, waardoor er meer waarde in zit. Dus dan krijg je inflatie op een heel ander niveau. En het is natuurlijk weer tegenover de dollar. Dus je blijft in dezelfde visuele cirkel zitten. Dus de fossiele brandstoffen, gas en benzine, daar moeten we dus zogenaamd van af. Maar tegelijkertijd is de dollar gebaseerd op olie. Dus als jij, zoals we wereldwijd van de olie afgaan, dan gooien we eigenlijk al onze geld gooien we weg. Want de gulden, de goudstandaard die we vroeger hadden, is tegenwoordig op de pentadollar gezet. Wat is de pentadollar? Dat is, wat ik dus net zei, gebaseerd op de olie. Nou, daarom zie je dus nu dat benzine stijgt, omdat de olieprijs, nou de olieprijs stijgt niet eens, maar die dollar verliest zijn waarde. Dus als jij dan met meer geld minder koopt, dat noemen ze inflatie. Als die inflatie in één keer gigantisch stijgt, dat heeft een oorzaak. Nou, die oorzaak is omdat het financiële systeem is gevallen. Nou gaan ze dat financiële systeem zo erg laten proberen te crashen en zo erg leeg te roven. Ze printen achter elkaar geld erbij. Dat gaat allemaal naar die grote banken en grote investeringsbedrijven. En zo trekken ze het hele systeem gewoon leeg. En als het dan dadelijk valt, als we echt in een financiële crisis belanden en iedereen heeft het uiteindelijk een keertje door dat we daadwerkelijk in een financiële crisis zitten. Al heel lang hoor. Al veel langer dan dat de meeste mensen denken. Als iedereen dat door heeft, dan gaan ze met een nieuw systeem komen, namelijk die digitale munt. Maar hoe gaan ze dat doen? Zou je je afvragen. Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Dan komen we denk ik op een van de allerbelangrijkste punten van deze video. Tenminste van de duistere kant van deze video. En dat is het metaverse. En als je metaverse gaat begrijpen en het doel ervan en de plannen eromheen, dan begrijp je de lockdowns, dan begrijp je de... Dus als je metaverse gaat begrijpen, dat is artificial intelligence in een virtuele realiteit waarin je dadelijk, waarin ze al de plannen hebben dat in 2015 70% van de wereld daarvan gaat gebruik maken. Nou, als je dan incalculeert dat het huidige prikje bepaalde gevolgen moet gaan hebben, dan kom je al heel snel uit op die 70%. Hoe makkelijk die berekening te maken is. En 2030 moet dat 100% zijn. Wat willen ze dus? Hey, landverraders. Wat willen ze dus? Dat iedereen zijn leven gaat leven in de virtuele, wereld. En dan zou je denken, ja, maar dat kan toch niet? Ik kan hier toch niet gaan werken op een virtuele realiteit? Ja, dat is jouw idee misschien, maar ik zeg het kan wel. Want wat ga je doen? Je gaat gewoon in een normale leven, ga je gewoon op je bed, je eigen bed in je eigen kamer. Wat wordt gefinancierd door de grote bedrijven, want you will own nothing and you will be happy. Alles wordt in een leensysteem gezet. Dat leensysteem wordt gehangen aan de metaverse. En de metaverse wordt gehangen aan een van de digitale munt. 1 plus 1 is 2 en 2 plus 2 is 4. Nou,
dus jij wordt 's morgens wakker. Doet gewoon je eten. Zet je VR-bril op. En gaat naar je werk. In de virtuele realiteit. Want een heleboel banen, heel veel kantoorbaantjes, is toch makkelijker als iedereen gewoon dat vanuit zijn huis zou doen. Want ten eerste, CO2-uitstoot vermindert. Het probleem van de auto's wordt opgelost. Het probleem van de accu's wordt opgelost. Nou willen ze natuurlijk alles op zonne-energie te gaan doen, maar dat is niet waar, want ze gaan alles naar de kernenergie doen. Dat is trouwens wat ze echt van plan zijn. Maar nu gaan ze nog doen alsof ze zonne-energie en windenergie en allerlei andere vormen van energie gaan verzinnen. Nou, willen ze dan echt naar kernenergie? Weet ik niet. Misschien dat er een nieuwe vorm van energie gaat komen die ze gaan bedenken, laat ik het zo zeggen. En daarmee gaan ze dan het hele metaverse systeem, wat ik net heb uitgelegd, bevoorraden van energie. Want je hebt een internetverbinding nodig, je hebt een computer nodig of telefoon die ook weer energie gebruikt. En je hebt de servers nodig die nodig zijn om de metaverse aan het draaien te krijgen. Nou, en hoe ga je dat dan aan elkaar verbinden? Je hebt een QR-code, daar log je op in. Nou, als je daarop in bent gelogd, dan weten ze van nou, dat ben jij, hè, in mijn geval. Die QR-code, dat is Sander de Jong. Nou, Sander de Jong logt in, gaat naar zijn werk, doet zijn werk op die virtuele realiteit. Hij verdient daarmee zijn geld. Overigens, ik ga daar nooit aan toegeven. Want ik heb gezegd, dit is de duistere kant wat ik nu aan het uitleggen ben. Dus, nou ja, je doet je werk op die virtuele realiteit. Je hebt gewoon je weekenden waar je gewoon maar in de realiteit, in de echte wereld of in de metaverse. Want dat kan natuurlijk ook. Dan kan je ook gewoon je zogenaamde biertjes drinken met je maten in de kroeg. Want die echte wereld is nou helemaal niet nodig. Als jij een virtuele wereld kan creëren waar iedereen gewoon samen kan werken en waar iedereen kan samen kan socializen, dan heb je de realiteit niet meer nodig daarvoor. Dan heb je de realiteit alleen maar nodig om te eten en te slapen. Een beetje hetzelfde als dat je bij je ouders inwoont, het weekend gewoon lekker gaat stappen, door de week, de hele week aan het werk bent en eigenlijk alleen zondagmiddag thuis bent, helemaal brak, bij je ouders op de koffie, in de woonkamer, snap je? Dat is dan hoe de echte wereld werkt, maar zo werkt de metaverse dan. Daar willen ze naartoe en daarom willen ze dat hele QR-systeem zo erg doordrukken, omdat daar zo de toekomst ligt. Voor wat de elite in de gedachten hebben. Zo zie je dus dat echt alles wat je nu ziet, het hele totale systeem wat er was, wordt omgegooid, omdat het oude systeem in 2012 ongeveer gevallen is. Ik zeg 2001, 2002. Was het echt kapot. Toen wouden ze eigenlijk al een ander nieuw systeem. De Gazara, Nesara. Misschien hebben mensen daarvan gehoord. Zijn de mensen helemaal van overtuigd dat dat de toekomst wordt? Ik sluit het niet uit. Het was een heel goed idee. Maar het is net zo goed onderdeel van het hele systeem. Omdat ze alle schuldigen kwijtschelden. Dat gaan ze nu ook dadelijk doen. Ze zullen wel moeten. Alle munten die er nu nog zijn, gaan allemaal vallen. Al het geld dat er is, al het fysieke geld, al het briefgeld, al het contante geld, gaat eruit. Nou, je hebt het al met de coronacrisis gezien. Dat ze elke keer zeiden, ja, het coronavirus zit ook misschien op de munten en het geld.
Dus je ziet al dat het een heleboel... Dat mensen er een beetje op worden voorbereid, om zo maar te zeggen, op dat idee. Het noemen ze predictive programming, oftewel voorspellend programmeren. Dus dat was eventjes tot dusver de negatieve kant. En nu gaan we even focussen op de positieve kant. Daar hebben we het natuurlijk al vaak over gehad, over de nieuwe wereld die ik zie dat gecreëerd wordt. Maar hoe gaan we dat bereiken? Dat is misschien de vraag die de meeste mensen hebben. Wat kan ik doen? Wat kunnen we doen om die nieuwe positief georiënteerde vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste dimensie, twaalfde dimensie, weet ik veel wat mensen dan wel noemen, even wat drinken hoor, gaan bereiken. Wat zijn de ideeën daarvan? Wat zijn de wegen die wij kunnen lopen om dit te bereiken? Laat ik één statement even vooropstellen. En dat is: liefde maakt jou onzichtbaar voor de kwade entiteiten. Waarom? Liefde is de vijfde dimensie. Angst is de derde dimensie. De negatief gepolariseerde entiteiten zijn angst georiënteerd of manipulatie georiënteerd, een beetje hetzelfde idee. Liefde is het delen van kennis. Angst is het manipuleren van kennis, wetenschap. Dus als jij in liefde, zelfliefde, maar ook naastliefde, zoals ik in de positief negatief gepolariseerde video een beetje heb aangeduid, het idee van als jij jezelf positief polariseert door dienst aan anderen, hè? Dus die 51% dienst aan anderen, dan polariseer je jezelf positief en die dienst aan de zelf, daar is niks mis mee, zoals ik zeg. Het gaat om de binnenwereld. Als jij je binnenwereld wilt herstellen of balanceren, is dat service aan jezelf. Maar alles is één. Jouw bewustzijnsverhoging is het collectief bewustzijnsverhoging. Daarom zijn er nu heel veel lichtkinderen geboren. Je ziet nu in de coronacrisis zijn er verschrikkelijk veel kinderen geboren in Nederland. Echt verschrikkelijk veel. Alleen het mooie daarvan is, gaat nu wel goed, dat dit allemaal lichtkinderen zijn, of regenboogkinderen, of violette kinderen, of hoe je ze ook allemaal wil noemen. En dat is prachtig, want deze zielen hebben één taak. En dat is aanwezig zijn. En door hun aanwezig zijn, door een hoge lichtstrilling of frequentie of non-binair bestaan of vijfde dimensie bewustzijn, in een vijfde dimensie bewustzijn leven of hoe je het ook moet noemen, dat zorgt ervoor dat het collectief bewustzijn verhoogt. Het collectieve bewustzijnstrilling is aan het verhogen in drastische versnellingen. Daarom zijn de negatieve entiteiten zo ook overuren aan het maken om het kleine beetje wat ze nog hebben proberen te redden. Het financiële systeem is gevallen. Hun doelen zijn gefaald. En nou hebben ze dus een plan bedacht om dit op te vangen en onder controle te blijven proberen te behouden.
Maar omdat er zoveel licht op de wereld is, en wat waar zorg ligt voor, jij licht in de duisternis schijnt, het is niet dat dan de duisternis minder wordt, de duisternis verdwijnt. Dus hoe meer er licht op aarde is, hoe meer duisternis er verdwijnt. Je kan ook wel zeggen, het duistere komt in het licht te staan. En daarom zijn de afgelopen tijd zoveel ideeën over alle satanistische rituelen en dat soort dingen. Het hele idee dat het prikje een populatie-indammer is. Ik gebruik even een ander woord, maar ik hoop dat jullie weer begrijpen wat indammen betekent. Dus de populatie moet minder. Dat is wat al die zogenaamde multimiljonairs, multimiljardairs willen. Het depopulatieprogramma. Dat is onderdeel van het hele verduisterend plan. Dus, even simpel gezegd, we zitten op een kantelpunt. Dat kantelpunt is het volgende. Kies jij voor jezelf? Ga je in je eigen kracht staan? Ben jij je eigen baas? Sta jij voor je eigen keuzes? Ben je verantwoordelijk voor je eigen keuzes? Durf je voor jezelf op te komen? Sta je in je eigen kracht? Of geef jij je macht en je kracht weg? Laat je anderen bepalen wat jij moet doen. Laat je anderen jouw leven bepalen. Geef jij je macht weg? Geef jij je kracht weg? Dat is het persoonlijke keuze. Voor ieder mens. Niemand uitgesloten, gewoon niemand. Iedereen moet deze keuze maken. En er is een hele grote groep die heeft die keuze gemaakt. Of in die zin van, ik geef mijn macht weg, ik volg gewoon op. De overheid mag vertellen wat ik doe. Die keuze, en dat is hun persoonlijke keuze, mijn respect heb je ervoor. Of kies jij ervoor om in je eigen kracht te staan. En dan hebben ook een hele grote groep heeft dat gedaan. Alleen de grootste groep op dit moment, die is aan het twijfelen. Die zit een beetje ertussenin. Die weet van binnen. Ja, het klopt allemaal niet. Het zit allemaal een beetje. Maar die kunnen niet loslaten aan hun oude systeem meer. Die kunnen niet in hun eigen kracht staan. Die kunnen hun eigen macht niet terugpakken. Die vinden dat heel moeilijk. En nou is het aan beide groepen om te helpen deze grote groep te helpen in de keuze. En de ene kleine groep gaat helpen met de macht wegnemen. En de andere kleine groep gaat helpen met de macht teruggeven aan de individu. En dus zo ook aan het collectieve. En dit is het kantelpunt waar iedereen zelf bij zichzelf moet gaan toetsen waar ze staan in het hele verhaal. En het gaat niet om corona, het gaat niet om financiële markten, het gaat niet om metaverse. Daar gaat het allemaal eigenlijk helemaal niet om. De buitenwereld is maar een afspiegeling van het collectieve binnenwereld. Wij als collectief hebben onszelf in deze situatie geplaatst. Ten eerste, iedereen is verliefd geworden op een bepaalde vorm van controle. Dus, wat krijg je?
een overheid die heel erg gaat controleren. Zo zie je dus dat het, wat bij iedereen van binnen speelt, dat het in een soort van collectief bewustzijn wordt gepropt. Waarin ik in de laatste video over had, over het collectieve bewustzijn. Dat dat in de positieve en in de negatieve zin gebeurt. Of in de positieve polariteit en in de negatieve polariteit. Maakt niet uit. Beide richtingen. Dit collectieve systeem noemen ze ook wel de Akashic Records. Of de Levende Bibliotheek. Heb het ook wel eens een naam voor. En dat is waar wij met, als collectief of als individu. Nou ja, tegelijkertijd als collectief maar en als individu. Instaan. Dus het gaat hier. Even wat drinken hoor. Ja, dat is het collectief en het individu. Dat is nu zo dicht bij elkaar gebracht. Dat ieder persoonlijke keuze moet maken, wat ik net zei. En die keuze. Dat zorgt ervoor. Waar onze toekomst heen gaat. En sommige mensen zijn bewust van die keuze. Sommige mensen zijn niet bewust van die keuze. En sommige mensen voelen die keuze. Maar tenminste, de meeste mensen voelen die keuze. Maar willen niet die keuze maken. En ik snap dat. Het is een hele moeilijke keuze. Zoals ik zeg, de meisje die al 9 jaar geleden is die al gemaakt. Voor mij is het nu niet zo moeilijk. Alhoewel, ik heb ook gefaald aan het begin van de crisis. Ik ben ook gaan nadenken over hoe de wereld eruit gaat zien als dit zo doorgaat. En ik heb ook mijn negatieve schaduwwerk gedaan en ik ben nog steeds bezig daarmee. Dat is ook iets wat ieder mens, continu heeft. Dat je continu moet zoeken naar, laat ik het even anders zeggen, je bent niet je gedachten, dat heb ik al vaker gezegd in video's. Alleen mensen identificeren zichzelf heel snel met hun denken. Wat ik denk is mijn, is van mij. Dat is wat ik ben. Dat is wat ik. Waarin ik me bevind. Maar je hebt ook. Eigenlijk is je gedachtenstroom, zoals ik dat dan noem. Je hebt 60.000 gedachten op een dag. Je gedachtenstroom. Komen. Niet alleen maar uit jou zelf. Zijn niet. Soms heb je wel eens dingen dat je denkt van, ja maar hoe kom ik op dit hele onderwerp waar ik nu over na aan het denken ben, hoe kom ik daar nou weer bij? Dat komt omdat die gedachten zijn eigenlijk niet eens voor jou. En dat is dus het punt, als mens ben je zoveel meer en zoveel groter dan alleen een lichaam. Dat je gedachten van andere mensen kan opvatten. Jouw hart en jouw hoofd hebben allebei een elektromagnetisch veld. Dat heb ik al vaker aangetoond. Ben ik al vaker mee bezig geweest. De torensveld, of hoe je het ook wil noemen. En jij bent de plane van Nurture, noemen ze dat. En dat is het lichaam. Dus je hebt een Noordpool en een Zuidpool. Kan je dus zeggen dat je Noordpool boven je zit en de Zuidpool onder je. Je kan ook zeggen de Noordpool zit rechts van jou en de Zuidpool zit links van jou. Doet er ook niet zo toe. En je kunt dus je hart zien als horizontale punt. Maar je kan dus ook jouw lichaam van kop tot teen zien als horizontale punt. In dit geval verticaal, maar
Dus je kunt, omdat je gedachten zijn elektromagnetisch, hè, dat zijn eigenlijk bepaalde stroomschokjes die in je hoofd over je neuronen heen loopt. In een bepaald patroon, dat zijn jouw gedachten uiteindelijk. En daarom kan je die van andere mensen opvatten. Nou heb je een veel sterkere gedachte voor hem. En dat noemen wij gevoel. Daarom kun je... Of soms loop je wel eens ergens een kamer binnen en dan voel je in één keer heel zwaar. En dan voel je opeens verdriet of weet ik veel wat. Of juist blijdschap. Dat je in één keer ergens binnen loopt dat je helemaal vrolijk wordt. En denkt van wauw, wat een positieve energie hangt hier. En dat komt omdat er mensen zijn die daar gewoon vrolijk zijn, blij zijn, enthousiast zijn, joyful en happy en alles gewoon gezellig, blij, vrolijk, niet zo verdrietig, boos en sad, gewoon lekker blij. En dat voel je dan en dat is nog een veel sterkere gedachte voor hem. En gedachten en gevoelens, waar komen die voor? In jouw binnenwereld. Het koninkrijk van God ligt binnen in ieder. Dat is hoe jij kunt verbinden met mensen. Daarom geloof ik dus dat we in de toekomst, in de nabije toekomst, dat wij telepathisch met elkaar kunnen communiceren. Dat je aan iemand denkt, bepaalde woorden uitdeelt en dat je dan weer antwoord terugkrijgt. Dat we helemaal geen technologieën nodig hebben, helemaal geen telefoons nodig. Omdat wij in een collectief bewustzijn zitten, waar ik net over had. Maar dat collectieve bewustzijn is nu nog in een 3D denkend. Oftewel, individu en collectief zijn twee aparte dingen. Nee, het is één geheel. Alleen mensen snappen dat niet, omdat ze niet in die vijfde dimensie denkwereld zitten. En dat geeft allemaal niet. Dat is geen oordeel. Iedereen zo zijn eigen moment en zo zijn eigen tijd. Om dit te realiseren. Ik probeer alleen te zeggen hoe ik het zie. Eventjes inhalen. Het is wel een beetje een duistere, chagrijnige, grijze dag, hè? Maar goed, ik laat me niet intimideren door de buitenwereld. Nou, we waren dus aan het praten over dat gedachten en gevoelens onderdeel zijn van de innerlijke wereld. En dat het koninkrijk van God is. Dus als wij bij ons gevoel gaan leven, of in ons hart gaan leven, of uit liefde gaan leven, hoe je het ook allemaal benoemen. En alles zien als één geheel, en niet als goed tegen kwaad. Want hoe kan je weten dat iets goed is? Hoe kan je weten dat je een goede dag hebt gehad? Vertel mij dat eens, hoe kan je dat nou weten? Nou, omdat je gisteren of eergisteren had je een kutdag, dus zat alles tegen. Is die dag een slechte dag? Voor jouw idee wel. Maar wat heb je eruit gehaald? Nadat die dag daarna, die dag daar weer na, aanvoelde als een betere dag, omdat het niet zo slecht ging als die dag daarvoor. Dus, wat heb je hieruit geleerd? Dat die twee kanten samenwerken om voor jou te leren het goede te waarderen en het slechte te kunnen accepteren, zodat je beter van het goede kan genieten. Om even te proberen, ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen, maar dit is niet simpel. Of tenminste, het is juist heel simpel, maar mensen maken het complex in hun hoofd. Alles is één. Daarom gaan we ook naar het collectieve bewustzijn, oftewel het social complex. Ik weet niet of niet hoe dat ik weet, maar het collectieve bewustzijn, dat is iets waar iedereen dadelijk bewust van is en waar iedereen zich in kan vermengen, waardoor er meer empathie komt. En met meer empathie krijg je ook meer verbinding. En met meer verbinding krijg je meer eenheid. En meer eenheid is de zesde dimensie. Hè? De vijfde dimensie is liefde. De zesde dimensie is eenheid. Wijsheid. Vierde dimensie is liefde, sorry. Vijfde dimensie is eenheid. Zesde dimensie is wijsheid. En wijsheid
is een uiting van liefde. Je kunt pas wijs worden doordat je liefde hebt. Liefde voor leren, liefde voor fouten maken, liefde voor goede dingen, liefde voor de ervaringen die je hebt gehad. En jij bent degene die er plaatjes op, of plakketjes op hangt van dit is een goede ervaring, dit is een slechte ervaring, dit is een goede ervaring, dit is een slechte. Als je je daar boven zet, als je daarin evalueert en daar overheen zet en alles ziet als een stroom van frequenties. En wat zijn frequenties? Wat zijn nou frequenties? Een frequentie is iets wat van boven naar beneden gaat, van boven naar beneden. Geluidsgolven zijn frequenties. Het zijn golven. En net als de zee golven heeft, kun je zeggen ja, het is continu aan het bewegen. Alleen het komt geen steeks verder. Ja, natuurlijk heb je eb en vloed. Maar dat heeft te maken met het magnetische veld van de maan. Maar die golven zijn er. En die golven zijn in beweging. En wat zijn golven? Een hele hoge berg en dan een heel laag holletje. En dan weer een hele hoge berg en dan weer een heel laag holletje. En dat is de realiteit waarin we leven. Dus je kunt wel zeggen, ja, het lage holletje is slecht en het hoge holletje is goed. Maar het is één, want zonder het hoge holletje heb je het lage holletje niet. En zonder het lage holletje heb je het hoge holletje niet. Is nogal simpel. Oké, dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat die trillingsverhoging inhoudt. Dus zien dat alles één geheel is. En dan kunnen we die dimensionele shift gaan maken naar die vijfde dimensie. En ik geloof dat dat gaat gebeuren. En ik geloof niet dat het hele probleem wat ik net heb uitgelegd aan het begin van deze video, de eerste helft van deze video. Ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Ik geloof dat de menselijke, die grote twijfelende groep, volgend jaar en dat jaar erop gaat inzien waar we nu met z'n allen mee bezig zijn, gaat de verkeerde kant. En dan komt er een periode van totale chaos. Maar gelukkig hebben we een hele grote groep op de aarde die zich lichtwerkers of wanderers, hè, of starseeds of de 144.000 noemen. En die groep, waar ik één van ben, heeft zich, voordat ze geïncarneerd zijn, voordat ze hier gekomen zijn, voorbereid op die tijd die gekomen gaat, van chaos. Daarop zijn wij echt voorbereid. Wij weten wat we moeten doen, wij weten wat er belangrijk is. En dat is niet egoïstisch bedoeld. Dat is niet, maar zo werkt evolutie. Het universum is een universum van frequentie. Maar die frequentie is eigenlijk meer een spiraal. Dus ja, het gaat heen en weer. Maar het gaat heen en weer, maar tegelijkertijd omhoog of met tegelijkertijd omlaag. Maar nou, die omlaagspiraal hebben we nu ervaren. We weten nu dat het niet werkt, dat dat niet goed is. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan naar die positieve kant. Wij willen die spiraal omhoog ingaan. Als collectief bewustzijn. Tenminste, daar ben ik van overtuigd dat het gaat gebeuren. We hebben zoveel galactische hulp. En daar ga ik het ook nog een en ander over delen. We hebben zoveel galactische hulp. Het kan bijna niet misgaan. Er zijn zelfs bepaalde interdimensionale wezens die ons helpen, die zeggen van nou, we zitten eigenlijk al aan het beginstadium van de vierde dimensie. We hebben de stap naar de liefde al gemaakt. Het is alleen, zoals ik net zei, ik heb het al vaker uitgelegd, als jij je trilling verhoogt, je hebt een bepaalde index van trillingen en dan is verlicht zijn is 700 hertz en angst is 150 hertz. Dus als jij een derde van de wereld hebt die verlicht is,
die dan 700 hertz continu uitstralen. Wat doet dat met het collectieve cijfer? Het cijfer gaat omhoog. Want een klein groepje, dus die eender, nou, laten we zeggen dat er 1/4 is belicht, 1/4 zit in angst en 2/4 zit een beetje tussenin. Ja? Dus de helft van de wereld, die schommelt er een beetje tussenin, die zit een beetje te twijfelen van ik ben niet bang voor het virus, het gaat mij toch niet raken. Maar dit is de overheid, wil ik niet zomaar afvallen, want dat ben ik al zo lang gewend. En hoe moet het dan? En wat kan ik er wel vertrouwen? En het zit een beetje in die twijfelfase. Maar die zitten echt heel erg te neigen naar dat nieuwe normaal. En dat nieuwe normaal bedoel ik dat we die vierde dimensie ingaan en niet weer terug naar die derde. Dus, zoals ik zei, 1/4 van de wereld is verlicht. Die heeft een frequentie van 700 hertz. Tegenover 1/4 van 150 hertz. Nou, doe eens 4 keer 1/4 van de wereld. Wat is dat? 2 miljard. Pak hem mee, 2 miljard. Dus laten we zeggen dat het totaal 8 miljard nu zijn. De helft is 4. Dus 4 miljard is nu aan het twijfelen. Die zit op die 200 hertz ongeveer. En 1/4 zit op 700 hertz. Dus 2 miljard keer 700. Dus dan zie je dus dat kleine beetje, de kleine groep, verhoogt die frequentie zo gigantisch veel. Omdat ze zo erg in een hogere frequentie zitten dan de rest. Die schalen het totale plaatje zo hard op. Het is een hele simpele rekensom. Ik zal hem hier wel even in het beeld proberen te zetten. Misschien niet, misschien wel. Anders doe het zelf even uitrekenen. 2 miljard keer 550 is bla bla bla. Nou, 2 miljard keer 150 is eigenlijk bijna simpel, denk ik. Maar goed, is iets van 300 miljard. 3 triljard. Weet niet. En doe nog eens een keer 2 miljard keer 700. Nou, dan zie je zien dat die 2 miljard keer 700 gelijk staat aan die halve keer ongeveer 300 plus die 2 miljard keer 150. Kan je op een rekenmachine kan je dat nagaan? Dus reken dat maar eens een keer uit. Dan zul je zien dat dat klopt, wat ik nu zeg. Maar het gaat niet om de cijfers, het gaat er helemaal niet om. Maar ik probeer in verschillende manieren beeld te geven dat het niet anders kan dan we de positieve kant. Ik wil gewoon hoop brengen. Ik wil mensen laten inzien dat het de goede kant op gaat. En dat wat je nu ziet in de wereld, een soort van het de stuiptrekkingen zijn van de dode vis. Dat zie je wel eens, als je een vis hebt gevangen en je maakt hem dood. Dat hij opeens nog begint te trillen, terwijl hij eigenlijk al dood is. Nou, dat zijn gewoon die spieren die nog het laatste beetje energie wat er in dat lichaam zit, gaat verbranden. Dat kan gebeuren, dat is echt wat ik zeg. Ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien. Ik ben 10 jaar kok geweest, dus ik heb gezegd, ik krijg een vis binnen en het begint opeens te spartelen. En dat is echt zo. Op de plaat gooien, nou, dan krijg je natuurlijk een bepaalde energie voor hem. Dan gaat die spier gewoon weer werken. Die krijgt dan een signaaltje binnen omdat er energie vrijkomt. Ga bewegen. Nou, dat zie ik dus nu met wat de de negatief gepolariseerde entiteiten nog aan het doen zijn. Ja, zo zie ik dat. Het zijn echt de laatste spartelfactoren van deze negatieve kant. Licht heeft al lang gewonnen. Al een hele tijd. Daarom is het financiële systeem ook gevallen. Ik bedoel, ga eens heel even terug voordat deze hele coronacrisis er was. Ga daar eens voorheen. Ga daar eens voor. Wat was het toen speelde je toen in de wereld? Gele hesjes.
massale protest tegen het systeem. Allerlei andere protesten en veranderingen in het systeem. Er was heel veel financiële vrijheid. Er waren heel veel mensen die zich gingen verdiepen in Bitcoin. Er was een heleboel financiële vrijheid waardoor mensen zich vrij voelden, waardoor mensen persoonlijke kracht hadden, hoe noemen ze dat? Zelfstandigheid hadden. Onafhankelijk, dat was de woord waar ik stond. Ik moet even over nadenken. Zodat mensen onafhankelijk zijn van het systeem. En dat zag je zo sterk toenemen vlak voor deze onzin. Nou, dat heeft dus die groep gebroken, is te proberen te breken. En dat is niet gelukt. Dat kan ik met 100% zekerheid zeggen. Het is niet gelukt om deze groep op te blauwen. En ze gaan het blijven proberen met nieuwe varianten en weet ik het allemaal niet voor onzin. Dat zullen ze blijven doen. En volgend jaar helemaal. Het gaat wel echt erg dat ze zeggen, het gaat eerst nog chaos worden. Hè? Dat sluit dat niet uit. Maar houd moed. Er zullen een hele hoop lichtwerkers zijn die dit kijken of luisteren. Er zullen een hele hoop mensen zijn die dit wel allemaal begrijpen. En die mensen gaan dan in hun positie treden. Die gaan dan de touwtjes in handen nemen. Die gaan dan de orde weer terugbrengen. En die brengen dan een orde terug van liefde en licht. Oké, nu gaan we naar het derde deel van de video. En dat is de hulp van buitenaf. Misschien dat mensen al deze termen ook kennen. Acturians, de Pleiadians, de... Weet ik het allemaal niet wat voor rassen er zijn die... Of tenminste, de buitenaardse galactische familie. De buitenaardse wezens klinkt zo negatief. Maar onze galactische familie... Want wij als mens zijn een verzameling van 22 verschillende soorten galactische families. Wij zijn 12e dimensie. Oorspronkelijk 12e dimensie wezens. Wat houdt dat in? Wij komen uit de astrale velden. Dan gaat het buiten deze hele fysieke realiteit, gaat buiten tijd en wat wij hier kunnen begrijpen. Ik kan het nu wel eens zitten uitleggen hier zo wat het allemaal inhoudt, maar dat gaat veel te ver voor een heleboel mensen. Dus waardoor ik deze video totaal een andere wending ga geven en waardoor mensen mij misschien niet meer gaan geloven. Omdat dit gaat zo ver. Maar dat is even een beetje de kern van de boodschap. Als je echt wil weten wat je bent een 12-dimensionele ziel die meerdere ervaringen tegelijkertijd heeft. En één overziel noemen ze dat. En een hogere zelf. En die hogere zelf bevindt zich in de fysieke realiteit, namelijk de eerste tot en met de 7e dimensies. En dan heb je nog 5 astrale realiteiten. En dan heb je nog spirituele massa, noemen ze dat dan. Maar daar ga ik nu echt totaal niet over hebben. Dus deze derde dimensie is voor de meeste van ons puur voor een les. Of een heleboel mensen zijn nu ook geïncarneerd om deze tijd mee te maken. Zou je zeggen, die mensen zijn gek, maar... Ja hoor, geen maar het is de flux. Dus... Wat speelt er? Je hebt de Galactic Federation. Ja, dus... Of de Federation of Planets. Dat zijn twee... groepen van meerdere dimensionale, fysieke dimensionale, oftewel van de eerste tot en met de 7e dimensie, wezens, die de collectieve samenwerking zijn aangegaan om de aarde te helpen. De Federation, de Galactic Federation, die is gepositioneerd ergens in Saturnus. Er zijn een heleboel mensen die Saturnus met
de duistere zoon of de satanisme verbindt. Ja en nee. Goed, maakt ook niet heel veel uit waar ze zitten. Maar die hebben dus een bericht uitgedaan naar het universum in van de aarde zit in problemen. We zitten al een tijdje in quarantaine, om het zo maar te zeggen. We mogen geen buitenaardse wezens naar binnen. Omdat wij in een zo'n lage bewustzijn zitten als collectief, de derde dimensie. Waardoor we dat totaal niet kunnen begrijpen. Als wij nu buitenaardse wezens op aarde zouden komen, dan zullen we ze gaan aanbidden als goden en weet ik het allemaal niet. En punt 2, het gaat tegen onze vrije wil in. Dat mag ook niet. Dus we zitten in quarantaine. Die quarantaine is in 2012 opgeheven. Eigenlijk in 1950 eigenlijk al een beetje. Vandaar dat je ook toen heel veel UFO's zag. Nou zijn er een heleboel van ons hoor. Wij maken zelf ook UFO's. De Duitsers hadden de bel en dat soort dingen, daar ga ik nu niet over hebben. Maar die driehoekvormige UFO's die je wel ziet, die is van ons. Want die is van de Secret Space Program. Dat soort dingen. Dus laat je ook niet te veel misleiden. Er zijn spaceships die wij totaal niet kunnen zien. Die in de vijfde dimensie zitten. Dus die maar een klein gedeelte van de mensheid kan zien, laat ik het zo zeggen. Die dus wel de vijfde dimensie kunnen inzien. Maar dus er is een heleboel hulp. En zoals misschien velen van jullie weten, is de maan, of zit er in de maan, of de maan is een satelliet, zo wordt het ook wel eens genoemd. Maar ze noemen het ook wel de Soul Trapper, oftewel de zielengevangennemer. Oftewel, er staat een machine in die in het astrale veld, dus het veld waarin je je bevindt als je doodgaat. Dus jij sterft. Nou ja, je staat op uit je lichaam en hey, ik ben helemaal niet dood. En dan komt er een licht. En dan denk je, nou ja, het licht zal al, dat zal van de hemel komen, of weet ik van wat je dan gelooft. Dus ga je daarheen. Maar dan is het dus die machine die in de maan zit. Ja, dat klinkt misschien een beetje heel erg complotterig, maar die creëert dit. En dit heeft allemaal te maken met de negatief gepolariseerde entiteiten. Want die hebben van de aarde dus in quarantaine gezet. En die willen dus zielen hier gevangen houden om ze te kunnen blijven controleren. Om voor zichzelf controle te houden. En deze aarde in de derde dimensie te houden. Zodat wij onder hun macht kunnen blijven vallen. Waardoor hun kunnen blijven bestaan en kunnen... Nou ja, ingewikkeld. Het gaat erom, er zijn Anunnaki, de Greys en de Reptilians, die zijn samen aan het werken om de aarde in hun macht te houden. Die werken samen om de aarde in hun macht te houden en hun hebben een instrument gemaakt. En vergis je niet in wat voor technologieën er allemaal mogelijk zijn, hoor. Vergis je er echt niet in. Wij hebben zelfs als mens een hele hoop technologieën waarvan je denkt van, kan dat? CIA heeft een machine die frequenties uitstraalt en die mensen hele gekke dingen kunnen laten doen, zelfmoord kunnen laten plegen en dat soort dingen. Dus er zijn een hele hoop technologieën die de metafysica bereiken. Dus ook een Soul Trapper. Nou, je kunt het wel begrijpen als een... Oh, sorry. Als een... Dus deze technologie die is uitgeschakeld, dat wou ik vertellen. Die is dus de 19e van vorige maand, met de volle maan. Is die uitgeschakeld? Is die vernietigd? Door de Federation of
Planet in samenwerking met de Galactic Federation. Dus dat is een prachtig ding. Dus voor de mensen die dat willen weten van, hè, ja, als je daar doodgaat, dan ga je een wit licht zien. Trap er niet in, want dat is een namaaklicht. Ga naar het universum en daar zul je je galactische familie tegenkomen en beter geïnformeerd worden dan in dat namaaklicht. Tenzij je hier nog wil blijven, maar goed. Je kunt allemaal nog terugkomen als je dat wilt. Dat is, alles is gebaseerd op vrije wil. Je mag alles doen. Niks is te veel, niks duurt te lang. Dus dat is een prachtig iets dat het uitgeschakeld is. Deze informatie is gechanneld, dus hou wel in de gaten dat dit. Nou ja, ik weet wie het gechanneld heeft. Ik kan ook de video hieronder wel achterlaten voor de mensen die het willen weten en de channeling sessie willen zien. Het is wel in het Engels, dus vandaar dat ik die informatie deel. Om voor de mensen die geen Engels kunnen. Dus dat is mooi dat dat weg is. Dus we zijn weer een vrije planeet. Alleen, nu moet het individu, ieder mens persoonlijk, zijn persoonlijke vrijheid weer in de kracht gaan staan van zijn persoonlijke vrijheid. En niet meer volgen en doen wat je opgedragen krijgt. Ja, ik zei waarschijnlijk wel goed. En daar moeten we mee stoppen. We hebben allemaal een vrije wil en dat moet gerespecteerd worden. Dat mag niet gemanipuleerd worden. En dat wordt alleen maar gedaan door negatief gepolariseerde entiteiten, door de Orion groep, de reptielen en de Anunnaki. Tenminste, ook binnen die groepen zitten goede en slechte, moet ik eerlijk toegeven. Je hebt vierde dimensie Draco's, er zullen vast een paar goede tussen zitten. Je hebt binnen de Anunnaki heb je Toth en Enki. Die worden ook gezien als de goeie, want Enki heeft uiteindelijk Noach in Atlantis erop gewezen dat Atlantis ging zinken. Die heeft dus uiteindelijk de mensheid gered. Dus het plan van God uitgevoerd, hoe je het ook wel zien. Toth heeft de piramides gebouwd om zo genezing en kennis te delen. Dus zo zie je dus dat binnen elke groep ook nogal goeie zitten. Dus het is niet allemaal dat ze allemaal slecht zijn. Het is alleen dat ze er 95% van die groep zijn negatief gepolariseerd. Dus heel goed zijn in manipulatie. En heel goed zijn in heel egoïstisch denken. Die niet het lijden van andere mensen voelen en dat soort problemen. Problematiek. Nou, dus ik benoem die groepen, maar dankzij de Anunnaki is de mens wat het nu is. Kan je zeggen, ja, maar ze hebben ons 2 strengen van de DNA gegeven en in Atlantis hadden we er 12. Dan lopen we nog verder daarvoor. Klopt. Maar aan de andere kant heeft Enki niet de 12 strengen verwijderd, hij heeft ze alleen onschadelijk gemaakt. Hij heeft wel de mogelijkheid gegeven om uiteindelijk voor ons een doorgroeipotentieel te hebben, om het zo maar te zeggen. We hebben de potentie om dat DNA weer te herstellen. En dan kun je ook gewoon vragen of de galactische familie er, of weet ik veel, de Anunnaki, de Pleiadians of de Arcturians of wie dan ook. Kun je best aan ze vragen of ze jouw DNA willen herstellen of dat je mantra
aanhoudt van mijn DNA is 12 strengen en dat heel vaak herhaalt. Een affirmatie of hoe je het ook wil noemen. Dus je hebt verschillende manieren om het zelf te kunnen bereiken. Nou, de 12 strengen DNA, dat houdt in dat je je 12 chakras opent. Houdt wel in dat je een hele nieuwe wereld gaat zien. Laat je dus niet snel gek maken en weet ook, doe ook goed onderzoek voordat je dit doet naar wat je gaat meemaken. Want je wordt veel meer geconfronteerd met je fouten. Ja, je gewetenskwestie wordt gegroeid. Je inzichten groeien. Je gevoel groeit. Je elektromagnetische veld wordt sterker. Natuurlijk voor een heleboel mensen zullen zien als positief. Tuurlijk is dat positief. Maar als je daar nog niet klaar voor bent, dan zul je zien dat het best wel pittig is. Dus aan de ene kant de waarschuwing van doe het niet zomaar omdat je het wil. Nee, doe eerst goed onderzoek naar wat het inhoudt, wat de gevolgen zijn. En wat je ervan kunt verwachten. En wat het inhoudt om die 12 chakras te openen. Dat is eigenlijk, je maakt weer verbinding met de bron. Je herstelt je verbinding. Of de Sacred Secretion wordt het ook wel genoemd. Of de Kundalini Awakening. Het heeft meerdere terminologieën. Het herstel van je 12 strengen DNA. Je 12 chakras openen. Je weet ik het allemaal niet. Dus er zijn een heleboel terminologieën aanwezig voor dit idee. Dus dan weet je dat. Even een stukje informatief. En zoals ik zei, deze video heet Connecting the Dots. Oftewel, verbind de puntjes of leg alle puzzelstukjes in elkaar. En ik hoop dat deze informatie voor mensen ten eerste inzicht biedt, ten tweede hoop geeft, misschien andersom, maar deze twee factoren zijn heel dicht bij elkaar. En ten derde, ja, voor de mensen die nog twijfelen, helpen met hun keuze maken. Dat vind ik het belangrijkste. Het gaat niet om mij, het gaat niet om corona, het gaat niet om de financiële dingen. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat jij voor jezelf biedt. Dat jij in je eigen macht gaat staan, in je eigen kracht gaat staan. Je eigen gaat voorzien, zelfvoorzienend zijn. Je doet nu ook nog het werk in het systeem. Tuurlijk, klopt. Ik ben ook niet zelfvoorzienend nog. Ik ben er ook nog mee bezig. Maar dat komt omdat het systeem nog te veel macht heeft en te goed aanwezig is en dat te groot is. Dus je bent nog iets te veel afhankelijk van het systeem. Alleen, wat kun je dan wel doen, is het systeem tegen zichzelf gebruiken. Dat is wat je mag doen, dat is wat je kan doen, want het systeem is de openbaringse draak. Hè? De draak die in het openbaringen staat. Wat eigenlijk al begint in Genesis, met de Toren van Babel. De Toren van Babel is gemaakt van bakstenen. Bakstenen zijn gemaakte dingen. Steen staat in de Bijbel als spiritueel, als geestelijk, als stabiliteit. En bakstenen als gecreëerde stabiliteit. Oftewel iets wat vergaat. De bergen die je ziet, die staan er al duizenden, misschien zelfs miljoenen jaren. Dat gaat niet kapot. Dat vergaat niet. Dat blijft altijd bestaan. Bakstenen daarentegen, als jij een gebouw ziet, nou, kijk naar oude kastelen. Die zijn allemaal gemaakt van steen. Die zijn gewoon van steen uit helemaal de grond gehouden. En die kastelen staan nog steeds. Die zijn in 1400, 1500 gebouwd. Misschien nog wel langer geleden. En die staan nog steeds. Dat is een huis.
Maar zie jij woningen uit langer geleden? Nee, omdat die zijn gemaakt van baksteen. En bakstenen hebben een bepaalde levensduur. Dus het systeem is gecreëerd, is gemaakt en gaat nu vallen. En als het eenmaal valt, dan gaan de lichtwerkers gaan hun ding doen. Die gaan hun essentie uitlopen. Die gaan doen waarvoor ze gekomen zijn. En daar kunnen we dan echt op gaan vertrouwen. En die hebben ook echt het beste met de mensheid voor. En dan gaan we een nieuw systeem bouwen. Maar dat systeem zal gebaseerd zijn in het spirituele, in het liefde en in het voor elkaar, met elkaar en niet tegen elkaar, individu. En dat vind ik zo het gemeene van al die coronacrisis. Samen tegen het virus. Dat is de slogan. Maar het is niet samen. Het is één lijn en die dient gevolgd te worden. En dat is niet samen. Dat is niet samen. Dat is niet de dialoog aangaan over de kwaliteit of de kwantiteit van de maatregelen. Dus, ik hoop dat deze behoorlijk lange podcast, maar wat langer dan normaal, jullie geholpen heeft. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Tot in de volgende video. Peace!